media, make some noise for Missy! Ik kan hier zo in het orde niet te snel, maar ook niet te langzaam. Misschien moeten we er een beetje tussenin gaan zitten. Een beetje traag! Ik kan opgepakt worden toch voor dit soort uitspraken. Daarvoor heb je zijn ex gepakt, zeg maar. Ik heb zijn ex gepakt. Hij zou ik er helemaal kapot maken. Fuck off, bitch. Niemand moet met je ex er vandoor gaan. Maak diegene kapot. Het mag nooit. Eikel. Hey. Oh, bro. Welkom bij een nieuwe video van Rest TV. Leuk als jullie weer kijken. Ten eerste, voordat ik begin, even een introductie van mijn nieuwe shirt. Je ziet het, Rest TV, Rest Gang en je ziet het, dus binnenkort online, binnenkort gaan we die verkopen. Niet te duur natuurlijk. Maar jongens, we gaan de mensen hier vandaag vragen, wat zou jij doen als je beste vriend er vandoor gaat met je ex? Wat ik zou doen, is als het echt een hele goede vriend is, zou ik nooit meer met hem praten. Ik zou hem niet eens meer in het gezicht aankijken. Dus ik ben benieuwd wat de mensen hier in Emmen, bij het Gouden Pijl Festival van Lounge 13, gaan zeggen, we gaan het zien. Kom, bro, heel simpele vraag vandaag. Wat zou je doen als je beste vriend er vandoor gaat met je ex? Gebeurt niet, kill. Gebeurt niet. Waarom ben ik niet eens over na te denken? Het is een goeie, maar stel je voor, je weet me nooit toch, iemand heeft drank, drugs op, alles kan gebeuren. Wat zou jij doen? Met mijn ex? Je beste mattie gaat er vandoor met je ex. Ik weet niet, man. Ik weet niet, man. Ik kan opgepakt worden, toch, voor dit soort uitspraken. Daar wil je niet eens over nadenken, denk ik. Ik denk daar niet over na, man. Nee, maar kijk, het boeit me eigenlijk niet zoveel. Ik bedoel, ik heb een vrouw, toch? Dus ja, alle exen, mijn geschiedenis hoort echt bij het verleden. Dus, maar nog, het is wel weird, toch? Ja, het zijn man. Wel een soort van ongeschreven regels. Ja, 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 toch. Dat is wel mooi, maar gewoon focus op die positiviteit, toch? Wat is gebeurd. Ja. MC Reza Skills. Yes, yes. Wat zou je doen als je beste vriend er vandoor gaat met je ex? Oh, bro. Met mijn ex? Ik zou het niet weten. Moeilijke shit, man. Fuck niet met mij. Weet ik echt niet. Ik zou het echt niet weten. Wat, stel je voor. Stel je gewoon voor. Het gebeurt. Wat zou je doen? Ah. Ik denk geen contact met allebei. Ik weet het niet. Ik zou het echt niet weten. Het is mij niet overkomen of zo. Maar ja, ik weet het niet. Rusty, shout out naar jou, man. Bang, bang. Wat zou je doen als je beste vriendin er vandoor gaat met je ex? Klappen geven. Heel veel klappen geven. Die bitch gaat dood. Ja. Je beste vriendin gaat dood? Ja, ja, ja. Niet met mijn ex er vandoor gaan. Dat kan niet. Dat hoort niet. Hoort niet. Leg eens uit in details wat je gaat doen. Sorry? Zeg eens uit details wat je gaat doen. Ik zou naar naartoe gaan. Ik zou er eerst aanspreken. En dit is wat ik echt zou gaan doen, hè. Ik zou naartoe gaan, ik zou er aanspreken. En daarna zou ik er helemaal kapot maken. Fuck off, bitch. Jij gaat niet met mijn ex vandoor. Echt niet. No, 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 wow. No. Ja, oké, dus dan is het gewoon, je gaat haar kapot slaan. En dan is het klaar, nooit meer vrienden. Ja, nee. Dat kan toch niet? Of hoort dat wel? Vind jij dat iemand met je ex er vandoor mag gaan? Je beste vriend. Je beste vriend. Ja, je beste vriend met je ex, dat is toch niet fijn? Dat is fucked up. Toch niet? Ja toch? Je hebt een brocode, je hebt ook een ciscode, denk ik. Weet je wel, van niet met elkaars exen fucken. Nou, precies. Dat hoort toch niet? Nee, hoort niet. Dus, wat wil je zeggen tegen alle kijkers? Boodschap. Niemand moet met je ex er vandoor gaan. Maak diegene kapot. Het mag nooit. Nooit. Wat zou je doen als je beste vriend er vandoor gaat met je ex? Beste vriend vandoor gaat met mijn ex. Jij hebt dat bij een vriend van jou gedaan? Ja. Jij hebt zijn ex gepakt? Ik heb zijn ex gepakt, maar die was lekker. Ik denk dat jij het ook zou doen als jij mij was. Ben je serieus? Ik ben serieus, man. Was die vriend boos op je? Hij was wel een beetje boos, ja, maar ja, ze was gewoon lekker, man, dus... Dan maakt het je niet uit, zeg maar, of het wel of niet beste vriend is. Dat is een moeilijke vraag, heb je een andere vraag? Vandaag niet. Wat zou je doen als je beste vrienden vandoor gaat met je ex? Nou, ik denk keihard op de bek slaan. Je ex of je beste vriend? Nou, die beste vriend, denk ik. Ja, meisjes slaan mag niet, hè?
Nee, dat klopt, dat klopt. Dat klopt zeker. Maar je zou dus zeg maar gewoon, dan is het ook direct klaar met je beste vriend. Dan zijn jullie ook geen vrienden meer. Natuurlijk. Ja, tuurlijk, maar dat is toch een vieze nakker als ze dat doen. Dat klopt zeker, ja man, klopt zeker. Ja, dat kan echt niet. En zou je iets tegen hem zeggen of tegen je ex? Eikel, hey. Eikel. Oké, man, dankjewel. Ik hoop dat ze gelukkig worden. Ik hoop het ook voor hun. Wat zou je doen als je beste vrienden vandoor gaat met je ex? Wat nou als je geen ex hebt? Hoe oud ben je? 18. Oké, maar stel je voor je hebt een ex gehad. Je hebt 2 jaar een relatie gehad. Je beste Martien gaat er opeens vandoor met je ex. Wat doe je? Ja, als ze gewoon plezier met elkaar hebben, dan moeten ze het gewoon doen, ja. Het maakt ook niet uit, ook al was het je beste vriend. Nee, dan gun ik het gewoon mijn beste vriend. Broederschap, zeg maar. Ja, ja. Wat van jou is ook van hem. Ja. Als het je vriendin was geweest. Hè? Als het je vriendin was geweest. Hoe bedoel je? Jij zegt, wat van mij is, is ook van mijn beste vriend. Als het je vriendin was geweest, was hij dan ook van je beste vriend? Nee, ja. Dan niet. Goed zo, man. Ik ben blij omdat je dat zegt. Maar als het mijn ex is, dan mag hij het wel, ja. Het is ja, man. Het is mijn ex, dan mag hij wel. Wat zou jij doen als je beste vriend met je ex er vandoor gaat? Ah, ik snij hem open. Nee. Kijk. Laten we eerlijk zijn. Ja? Heel eerlijk. Kijk. Al mijn beste vrienden, ik ben met ze opgegroeid van klein. Dus stel, hij gaat er vandoor met mijn vriendin. Hij mag haar houden, ik kijk hem nooit meer aan. Maar wat zou je met je beste vriend doen? Ik kijk hem nooit meer aan. Jij zou hem nooit meer aankijken. Stel, kijk, wie je is, als het gewoon een vriend was. Ja. Weet toch, ik snij je open. Maar je weet toch, gewoon een beste vriend is een ander verhaal. Want die ken ik allemaal vanaf klein. Ik bedoel, ik hoef jou niet uit te leggen. Ja, man. Tuurlijk, bro. Tuurlijk. Dan is het gewoon direct klaar, zeg maar. Direct klaar, ik kijk je nooit meer aan. Je bent poep, lucht. Duidelijk, jullie horen het. Wat zou jij doen als je beste vriend er vandoor gaat met je ex? Luister, weet je wat is? Het is maar net als die broeder zo goed is dat je hem het gunt. Als ik weet, mijn broeder is beter voor die chick dan ik, gun ik hem die chick. Maar zou je boos worden op hem als het echt je beste mat is? Weet je wat is? Als je echt verliefd bent geweest, vind je het kut. Maar net wat ik net ook zei, als hij beter is dan ik, voor haar, dan ik zou zijn, gun ik hem dat. Tuurlijk, je bent even boos, maar dan, je moet dat gunnen aan je broeder. Daarna zou je gewoon weer verder met hem omgaan, zeg maar. Maar niet met mijn ex erbij. Als ik met hem chill, is het zonder haar. Oké. Jij bent de eerste die dit zegt vandaag, maar duidelijk, ik snap het wel. Als je een echte vrienden bent, dan moet je elkaar gunnen, zeg maar. Kijk, het maakt niet uit, ook al is hij een kech. Maar als zij goed voor hem is en hij weet zeker dat hij goed voor haar is, moet jij zelf een kech de kans gunnen. Duidelijk, man, bro. Ik heb geen aanvulling meer. Duidelijk, man. Dankjewel, broeder. Je moet netjes zijn. Ja, man. Gewoon respect voor elkaar hebben. Risk gang. Risk gang. Kom bij merchandise. Buy die merchandise. Dankjewel, bro. Wat wil je nog? Ik doe het ook. Jullie moeten het ook doen. Je hoort het. Wat zou je doen als je beste vriendin er vandoor gaat met je ex? Heel kwaad worden. Op wie zou je kwaad worden? Ja, op mijn vriendin. Nee, ja, en op mijn ex. Zou je nog ooit met je vriendin praten? Nee. Je zou gewoon nooit meer met haar omgaan? Nee, ik denk het niet. Ik kan dat je echt niet uitstaat. Duidelijk. Ja. Ja, toch, goeie antwoord. Ja, daarom. Ja. Wat zou je doen als je beste vrienden vandoor gaat met je ex? Oh. Luister, ik weet niet, man. Hij is mijn ex, toch? Dat maakt niet uit. Scenario, jij hebt 2 jaar gehad met een meid. Ja. Je hebt een beste vriend, het is net een maandje uit. Je komt erachter dat je beste vriend met je ex gaat. Wat doe je? Dan word ik al boos, man. Ja, man. Sowieso wel, man. Zou je hem slaan? Nee, man. Nooit slaan, maar wel gewoon toespreken. Dat is het enigste, man. Wat zou je doen als je beste vriend er vandoor gaat met je ex? Wat moet je hem vragen? Beste vriend, ja. Wat zou je doen als je beste vriend er vandoor gaat met je ex? Ketamine! Ja. Ketamine hoor ik net. Wat zei je? Ja. Wat zou je doen? Vertel. Weet niet, man. Dat is nooit gebeurd. Zijn jullie beste vrienden? Ja. Oké, dit is een mooi scenario. Stel je voor, hij is dronken, hij is bezopen, hij heeft drugs gehad, hij doet het. Wat doe je? Zou je nog ooit met hem omgaan? Jawel. Is wel goed te maken, toch? Zeg je dat nu omdat hij erbij staat, of? Nee, serieus. En andersom, bro? Ja, hetzelfde. Maar vrienden gaan voor alles, hè. Broos be voor roos.
Ja, maar dan is het hoogst bijvoorbeeld broos, want daar pakt je ex, bro. Waarschijnlijk wel eerst een paar klappen, maar uiteindelijk komt het goed. Ja. Uiteindelijk komt dus eerst op de vuist en daarna komt het goed. Ja, ja, ja. Wat zou je doen als je beste vrienden vandoor gaat met je ex? Oh man, ik zou wel gek worden, man. Ik zou wel boos worden. Ja? Hoe boos? Hoe boos zou je worden? Ik zou hem niet meer spreken, man. Sowieso niet. Hé, hey, ik zeg tegen jou, ik zou boos worden, man. Ja. Zou je hem slaan of zo? Nee, maar ik zou wel teleurgesteld zijn. Dat sowieso. Oké, maar zou je nog ooit met hem kunnen omgaan? Ik bedoel, het is je ex, oké, maar zou je nog ooit met hem kunnen omgaan? Ik weet niet, man. Ik denk het niet. Ik denk dat ik wel echt gewoon klaar. Sowieso, contact. Ja, dan is het gewoon afgelopen, klaar, finito. Ja, man. Sowieso. Wat zou je doen als je beste vriend er vandoor zou gaan met je ex? Bro, dat kan niet, man. Dat kan niet, man. Dat kan echt niet, man. Je hebt broederschap, toch? Klopt. Die brocode kan je niet verbreken, man. Stel voor, oké, scenario, ja? Je hebt 2 jaar een relatie gehad. Ja. Je vriend heeft drank en drugs op, van alles en nog wat. Ja. Het is net een maandje uit. Hij gaat er vandoor met je ex. Wat zou jij doen? Ik zou hem echt klappen, man. Bro, hoor je dat? Ja, man, ja, man. Reactie, reactie. Hé, hey, moet je niet proberen, jongen. Hé. Hé. Hey. Dat is een brocode. Je moet die brocode hebben, toch? Sowieso, man. Sowieso. Daarom. Maar bro... Nee, en hij weet ook wat die brocode is. Wat zou jij doen als het andersom was? Ja, als het andersom was. Jouw beste vriend. Hij dus gaat weg met je ex. Precies hetzelfde. Zou je hem slaan? Ja, man. Daarom. Dat moet gewoon. En zou je, daarna ooit weer met elkaar... Even serieus. Zou je daarna ooit weer met elkaar kunnen omgaan? Jawel. Tuurlijk wel. Jawel. Tuurlijk wel. Jawel. Maar vertel. Hé, hey, maar... Dat gebeurt gewoon niet, weet je? Dat dus gebeurt zou dat nooit gebeuren. Mooi man, broeders toch, broeders? Dus dan zou dat nooit gebeuren. Jongens, het is vandaag Gouden Pijl, zoals ik net al zei. En ik sta hier met de voorzitter van de Gouden Pijl en met... De secretaris. Wat zou je doen als je beste vriend of vriendin ervan doorgaat met je ex? Oeh, nou... Een hele moeilijke vraag, dat weet ik niet. Ik heb, nou ja, dat is wel heel lang geleden dat ik een ex heb. En als mijn beste vriendin ermee vandoor zou gaan, ik zou goed gesprek aangaan. Altijd goed, goed gesprek. Zou je boos worden? Teleurgesteld, maar misschien wel een beetje boos, inderdaad. Nee. Wat zeg jij? Veel te politiek correct, Roelie. Gewoon op zijn muil slaan, jongens. Kan echt niet, kan gewoon echt niet. Dat is een mannelijk antwoord, hè? Kan echt niet. Nee, niet mijn beste vriend, nee, kan echt niet. Ja, maar jij hebt een brocode en ja, je hebt gewoon een code, dat kan gewoon niet, zeg maar. Kan niet, ja. Klaar. Onder vrienden doe je dat niet. Nee, dat is waar. Zou je ooit nog met hem omgaan, zeg maar? Nee, klaar. Einde verhaal. Jij wilt de reden erachter niet weten. Ik wil het wel weten. Maar als het gebeurt, dan is het gewoon klaar. Okay. Bij jou? En bij jou? Nou, nee. Ik zou wel even de reden erachter willen weten. Ja. Oké, duidelijk. Willen jullie tot slot nog wat zeggen tegen alle kijkers? Nou, ik zou zeggen... Gewoon Gouden Pijl blijven bezoeken, want het is gewoon een heel mooi evenement. Heel mooi, super. Het is super druk hier, het is super gezellig, allemaal leuke mensen. Absoluut, ja. Ontzettend leuk. Ja. Heel leuk, super. Ja, en jij? Nee, geniet van het feestje. Gouden Pijl is van ons allemaal. Ook dit feestje hoort erbij. Ook feestje op andere pleinen hoort er ook bij. Ja, het wielrennen hoort erbij. Het is allemaal Gouden Pijl. Volgend jaar gewoon weer. En dan nog een dikke feest. Absoluut. Absoluut. Ja. Ben ik absoluut zeker. Ja, jongens, dat was hem dan weer. Gouden Pijl. Je ziet het, het is super leuk hier. Het is super gezellig. Het is druk. Bro, wat moet iedereen doen? Iedereen moet liken, abonneren. Nog. Rusty vier man. Goeie jongen. Je weet het. En zoals ik net zei, binnenkort jongens, deze shirtjes in het zwart en wit. Je ziet het, Risk Gang. Hier Risk TV. Overal Risk TV. Dus binnenkort te koop. Houd allemaal in de gaten. Gewoon een blauw duimpje omhoog doen voor Gouden Pijl, voor Emmer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao. Ik kom dichterbij! Ik kom dichterbij! Ik kom dichterbij! Ik kom dichterbij! Jongens, zo nu maar! Op die linkerkant! Hey! Jongens, zo nu maar! Op die linkerkant! Hey! Jongens, zo nu maar! Op die linkerkant! Waar? Haal het toe bij Vos! Ja! We kunnen vissen! Zijn we vissen, maar we kunnen vissen! Kan hier zo in het noorden niet te snel, maar ook niet te langzaam. Misschien moeten we er een beetje tussenin gaan zitten. Een beetje traag! Hey, dat ben ik! En zo krijg je papi Dummix van Bijen! 3, 2, 1, here we go! Doe het voor mij, doe het maar! Wat is hier met het voor je? Doe het traag! Oh nee, voel het voor mij, voel het aan. Proef het zo, je zoekt het laag. Laag, 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 laag.
op mij bent. Wat een manier waarop jij dan doet. Is hoe ik mij voel. Is hoe ik mij voel.